In deze video gaan we berekenen voor welke waarde van p een parabool een bepaald aantal snijpunten heeft met de horizontale as. We zien hier een functie f en we willen weten voor welke waarde van p de grafiek van f hier geen punten gemeenschappelijk heeft met de x-as. En hiervoor gaan we de discriminant gebruiken, want die zegt ons iets over het aantal snijpunten met de horizontale as. En bij de discriminant heb je de waarden van a, b en c nodig. De a is 2, de b is hier min 5 en de c is het getal dat overblijft, oftewel min 2p. En nou kunnen we het discriminant berekenen door b in het kwadraat te doen, dus min 5 in het kwadraat, min 4 maal a maal de waarde van c. En dan krijgen we 25 plus 16p. We wilden iets weten over een situatie waarin er geen snijpunten zijn met de horizontale as. En bij geen snijpunten geldt dus dat de discriminant kleiner moet zijn dan 0. Dus 25 plus 16p, want dat was de discriminant. We vragen ons af wanneer dat kleiner is dan 0. We krijgen dan 16p is kleiner dan min 25 p is kleiner dan min 25 16 en als we dit vereenvoudigen krijgen we p is kleiner dan min 1 9 16. Dan kijken we nu naar een iets moeilijker voorbeeld. Hier hebben we een functie g met op twee plekken een parameter p en we willen nu weten voor welke waarde van p de grafiek twee punten gemeenschappelijk heeft met de horizontale as. We beginnen weer met de discriminant en dus het bepalen van de waarden van a, b en c. De a is een half, de b is 2p, en de c is wat overblijft, dus min 16p. De discriminant kunnen we uitrekenen door b in het kwadraat te doen, dus 2p tussen haakjes in het kwadraat, min 4 maal a maal c. En dan vinden we dat de discriminant gelijk is aan 4p in het kwadraat. Plus 32p. In deze opgave hebben we te maken met twee snijpunten, en als er twee snijpunten zijn, dan betekent dat dus dat de discriminant groter is dan 0. Dus 4p in het kwadraat plus 32p moet groter zijn dan 0. En hier hebben we te maken met een kwadratische ongelijkheid. En dat is lastig oplossen. Dus we gaan verder door te stellen dat we 4p plus 32p is 0 gaan oplossen. Want hier weten we wel iets voor. Dit is namelijk een 2-term. Dus we gaan ontbinden in factoren. Dan krijgen we 4p maal tussen haakjes p plus 8. En hier kunnen we zeggen dat of het linker gedeelte gelijk is aan 0. Of het rechter gedeelte is gelijk aan 0. Dat betekent dat p gelijk moet zijn aan 0 of dat p gelijk moet zijn aan min 8. Maar dit zijn dus twee oplossingen die horen bij deze gelijkheid. Hoe zit het dan bij deze ongelijkheid? En daarvoor maken we een schets. En in deze schets geven we de oplossingen p is 0 en p is min 8 weer. Dus daar zit p is 0 op de p as en hier zit. P is min 8 ongeveer. Het maakt niet uit waar die precies zit, het gaat om een schets. En wat we nu gaan schetsen is de parabool die hoort bij de oorspronkelijke ongelijkheid, dus 4p plus 32p. En omdat hier 4p kwadraat staat, 4 is een positief getal, weten we dat het een dalparabool gaat worden die ongeveer zo door deze twee oplossingen heen gaat. We willen weten wanneer de parabool groter is dan 0. Dat is dus duidelijk links van dit snijpunt en rechts van dat snijpunt, dan komt de parabool boven de horizontale as uit. En nu kunnen we komen tot onze conclusie. Er zijn dus twee snijpunten, en wanneer kunnen we die vinden? Die kunnen we vinden als de p kleiner is dan min 8, of als de p groter is dan 0. Tot zover deze video, ik hoop dat deze duidelijk was en ik wens je veel succes verder.